Een mooie herfstdag in oktober nodigt uit om de natuur in te gaan. Dat gaan we doen, een wandeling maken met landschapbeheer. Ik heb de wandelschoenen aangedaan, we zijn in Finsterwolde en we gaan op naar de Goldhoren. Yvonne Benes van Landschapbeheer Groningen. Wij staan hier aan de rand van Finsterwolde en we gaan zo een wandeling maken. Een wandeling die door Landschapbeheer is opgezet. Kun je er iets meer over vertellen? Ja, deze routes zijn in het kader van Waddenwandelen opgezet. Een project wat we in 2012 hebben gedaan in de Waddengemeenten samen met Friesland en Noord-Holland. Daarbij hebben we 1200 kilometer aan wandelnetwerk neergezet met bewegwijzering in de vorm van knooppunten. Daarbij hebben we onder andere ook bankjes en voorzieningen geplaatst waarbij we de wandelaar willen faciliteren om tijdens het wandelen ook een beetje ruimte te hebben om een rustpauze te nemen. Er zijn onderhand, heb ik begrepen, al wel een 400 wandelroutes in de provincie Groningen. Een deel daarvan ligt ook in ons Oldambt, neem ik aan. Ja, zeker, dat klopt. We hebben naar aanleiding van het Waddenwandelen een ander project nog gehad, Wandelen in Groningen. En daarbij hebben wij alle wandelroutes in de provincie geïnventariseerd, samen met vrijwilligers, op kaart ingetekend, daarna gedigitaliseerd en op een website gezet, wandelen.groningen.nl. Zodat iedereen, ook in de provincie, maar ook daarbuiten, de beschikking kan hebben over alle routes die er zijn. Nou, we gaan met zo'n wandelvrijwilliger op pad, want de dag is prachtig. Laten we maar doen. Ja, lijkt me ook leuk. We gaan een stukje boerenlandpad lopen, een stuk van het netwerk wat in de hele provincie ligt. En hier in Finsterwolde is dan ook nog een mooi stuk van de Waddenwandelen en een boerenlandpad wat ik wil laten zien. Normaal gesproken gaat een wandelvrijwilliger van het routebureau, die controleert alle routes die op de website staan van wandelen.groningen. Daarvoor hebben we een heel leger van vrijwilligers, zo'n 50 stuks. En die controleren het hele jaar door alle routes die wij op die website hebben staan. Die hebben we heel hard nodig. En nu hebben ze inmiddels zo'n ruim 200 routes al gecontroleerd. Zometeen komen er nog een kleine 200 routes worden weer geplaatst. En dan gaan we gewoon lekker door met die wandelvrijwilligers en het controleren van die routes. Want dat is wel een voorwaarde dat ze kloppen. Mijn taak is voor het Landschapbeheer Groningen, krijg ik elke week een route op. Die loop ik dan en dat is wisselend in Groningen. En mijn taak is dan om de routes die te controleren, zowel op papier als op GPX. Daar houdt in dus dat je de lijnen volgt en als er een fout in zit, dat je die doorgeeft en dat de route dan aangepast wordt of dat die eruit gehaald wordt.